Hallo mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en welkom op mijn geweldige 3DS Capture Card. Wacht eens even, dit is niet mijn 3DS Capture Card. Mijn 3DS Capture Card heeft geen Japanse teksten op het scherm. En wat is er met deze Xenoblade Chronicles 2 theme? Dat is geen officiële Nintendo theme. Nintendo heeft dat nooit gemaakt. Hey, het is ik met Luigi met hier mijn prachtige, geweldige, gehackte Nintendo 2DS Creeper editie. Oh, oké, dit is leuk. Als je mij de laatste paar weken hebt gevolgd op Twitter, wat je zou moeten doen, @TheMadLuigi. Vroeger was het @EchtMadLuigi, nou TheMadLuigi. Ik heb het eindelijk eens een keertje veranderd. Als je mij hebt gevolgd, dan weet je dat ik de laatste tijd bezig ben geweest met het hacken van mijn Nintendo 2DS Creeper editie. Julius heeft mij hier een volle 2 uur mee geholpen om dit werkende te krijgen. En het is fantastisch. Hier zie je al mijn prachtige, geweldige hackdingetjes. Zoals FBI en Luma. Ik ga je niet vertellen wat dit allemaal is en hoe dit werkt, want dan gaat Nintendo me haten. En daar heb ik geen zin in. In ieder geval, ik heb dus mijn mooie 2DS gehackt. Als je nog weet, ik heb een tijdje geleden, een paar jaar terug, een review geplaatst van mijn Nintendo 2DS Creeper editie, die ik had geïmporteerd vanuit Japan. Dat had ik toen de tijd gedaan, omdat de Creeper editie toen nog exclusief was voor Japan. Hij is nu ook in Europa verkrijgbaar. Very, very sad voor mij. Maar eigenlijk niet, want toen de tijd had ik hem gekocht met de reden dat ik in Japan Japanse 3DS games op wilde spelen. Want de 3DS is rietje locked. Ik heb er nog geen Japanse 3DS games op gespeeld. En nu dat ik mijn 3DS heb gehackt, is die ook region free. Ik kan het nu eventjes gewoon laten zien zelfs. Wacht even hoor. Sowieso, hij is qua DS games was hij altijd al region free. Maar als het gaat om hele coole Europese 3DS games, dat is niet een goede game. Als het gaat om Europese 3DS games, dan is die toch een heel klein stukje minder region free. Maar als ik nu bijvoorbeeld gewoon Super Mario 3D Land pak en ik prop hem in mijn 3DS, wat krijg jij dan? Kijk, gewoon Super Mario 3D Land. Mijn Europese kopje die runt op een Japanse 3DS. Dat is gewoon super hilarisch. Ik vind het echt leuk. Maar de grote reden waarom ik dit uiteindelijk heb gedaan... Trouwens, nog een dingetje wat ik eigenlijk wil vertellen. Zie deze badges, die zijn ook allemaal custom. Ook allemaal vanuit het internet gedownload en custom op de 3DS gezet. Deze hele coole Xenoblade Chronicles 2 theme moest ik erop zetten. Want mijn bureauplant heeft deze exactezelfde foto. En het is gewoon, dit is echt een hele mooie theme. Maar de reden dat ik dit heb gedaan is omdat de makers van Inazuma Eleven Go Galaxy nooit een Engelse versie naar Europa hebben gebracht. Weet je dat nog? Dat ze nooit die game naar hier hebben gebracht en ik was super verdrietig. Nou, het fanteam level 10, niet level 5, maar level 10, een stel fans, hebben heel Inazuma Eleven Go Galaxy vertaald naar het Engels. Het is fantastisch. Oh, 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 oh. Je kan nu de hele game spelen op je 3DS helemaal in het Engels. En ik vergeet soms dat dit geen echte normale versie is. Want het is, het ziet er zo goed uit. Het is zo officieel. Het is geweldig. Nou, er is ook een mogelijkheid om dit op Citra te spelen. Maar op Citra, jullie weten vast nog wel die video waarbij ik een opname deed van mijn Citra emulator. Met die game erbij. Toen had ik die ROM gevonden. Dan weet je dat die versie niet zo heel erg goed runt en een beetje geglitcht is. Het is nog prima tijdens het game zelf, maar het is niet fantastisch. Dus ik dacht van, ik ga mijn 3DS hacken. Julius had het ook gedaan. Die zei van, het werk, laat het doen. En nu heb ik hem hier. Nou, vraag je waarschijnlijk af, Matt, hoe ben jij aan het opnemen wie je gehackte 3DS. Hoe doe je dat? Wat is dit? Je hebt toch alleen maar... Heb jij een nieuwe capture card gekocht? Nou nee, kijk, capture cards zijn heel erg duur en zeldzaam, omdat het bedrijf wat ze heeft gemaakt, hoe heet het? Die heette Kaiti en die had in hun moederbedrijf in Duitsland heette... Merkie of zoiets. Die zijn failliet gegaan, want toen kwam de Nintendo Switch en mensen gingen geen 3DS's meer kopen en die gingen allemaal met Nintendo Switch content maken. Dus toen gingen ze failliet. Dat is super verdrietig. Ze doen nog steeds wel repairs, heb ik gehoord. Dat is wel fijn, maar ze maken geen nieuwe Capture Card 3DS's meer, omdat dat echt heel erg duur is en ze maken toch gewoon geen profit. Dus
omdat die dingen zo duur zijn en best wel zeldzaam zijn, ga ik niet mijn prachtige capture card, waar ik al mijn 3DS-video's mee maak, ga ik niet hacken. Want er is altijd nog een kans dat je systeem gewoon brickt als je iets verkeerd doet. Dus daarom heb ik mijn 2DS gehackt. Maar er is een heel mooi programma genaamd Snickerstream. Zo heet het niet op de 3DS, die heet het .ntr. Maar Snickerstream is een programma, een heel goed programma, waarmee je dus op je computer, vanaf je 3DS, op je computer, beelden van je 3DS naar je computer kan streamen. Momenteel stream ik via mijn internet het beeld wat je nu ziet. Dit is heel erg cool. Het is echt een hele vette manier van opnemen en het werkt echt fantastisch. Er zijn wel wat dingetjes met Snickerstream die deze manier van opnemen niet ideaal maakt. En je hebt het waarschijnlijk al een beetje gezien. We gaan bijvoorbeeld nu de game eventjes, hier is de teamleider van de Engelse patch. We gaan eventjes bijvoorbeeld het intro opstarten. En omdat dit natuurlijk gestreamd is, is dit niet de kwaliteit van mijn capture card. Het beeld is niet helemaal geweldig. Het is goed voor wat het is, weet je. Dit is een hele goede manier van opnemen. Je ziet wel duidelijk dat het een beetje mindere kwaliteit is. Maar het runt goed, weet je wel. Vooral als we eventjes de game zelf ingaan. Dit is ook mijn, mijn save file momenteel. Zoals je ziet, hey, kijk, de game runt goed. Het is een solid 30. Ik heb momenteel 33 fps, 34 fps, 36 fps. Hier heb ik 45. Het is een solid 30 fps, laten we dat zeggen. Het is gewoon lekkere framepiece. Het ziet er goed uit. De 3DS games hebben over het algemeen niet zo'n hoge frame rate, dus dat maakt niet uit. Maar er is één dingetje. En dat ga je nu zien. Het onderste scherm van de stream, van de 3DS, die rent niet zo goed. En dat komt vanwege de priorities. Kijk, je kan dus op Snickerstream instellen welke games je wel en niet, of welk scherm je wel en niet priority wil geven. Dat betekent dat de 3DS, of dat Snickerstream, het programma, bepaalt welk van de twee de meeste frames gaan krijgen in het hele programma. Die bepaalt dus welk van de twee schermen de beste kwaliteit gameplay krijgt. Wat natuurlijk laat zien, bovenste scherm runt heel erg smooth. 30 fps, helemaal prima, dat is gewoon helemaal goed. Dat is exact zoals het eruit ziet op de 3DS zelf. Onderste scherm is heel erg choppy, omdat die minder prioriteit heeft. Natuurlijk, je zou zeggen van, oh, dat is dom, zet de prioriteit dan gelijk. Dan hebben ze gelijke FPS. Dat kan. Dat kan zeker. En misschien dat ik daar nog een beetje mee ga rondspelen. Alleen het probleem is dat ze dan beide een wat lagere framerate hebben. En dat is ook wat minder. Als ze beide een wat lagere... Ik heb liever dat de bovenste scherm, waar je het meeste van Inazuma Eleven... ik bedoel, het verschil per game wat je speelt. Sommige games die heb je voornamelijk op het onderste scherm. In dat geval zal ik de gameplay van het onderste scherm priority geven. Maar bij Inazuma Eleven is het zo van, het grootste deel van deze hele game speelt zich af op het bovenste scherm. Ja, de main gameplay op het veld zelf is op het onderste scherm. Dat is jammer vanwege het touchscreen. Maar als het gaat om de special moves en het gaat om de overworld en zo, heb ik veel liever dat, zeg maar, dit scherm de prioriteit krijgt en dat dit smooth runt, dan dat het onderste scherm en het bovenste scherm gelijk lopen en ze allebei lage framerates hebben. Dus ik denk dat dit de beste instellingen zijn voor Inazuma Eleven. Je zal ook af en toe wat frame drops zien hier en daar, omdat het toch streamt via het internet. En mijn internet is niet altijd even goed. Maar het werkt! Het werkt daadwerkelijk. Het is daadwerkelijk een heel mooi alternatief voor mijn capture. Sorry, voor mijn capture card. En ik ben er echt super blij mee. Wij hebben momenteel dus, zodra wij bij Inazuma Eleven Go aankomen, de Go-serie, hebben wij nu een daadwerkelijke hele goede manier om zowel Inazuma Eleven Go Galaxy in het Engels te spelen en goed op te nemen. Want ik kan dat gewoon daadwerkelijk op deze manier opnemen. Hè? We zijn bijna, binnenkort gaan we beginnen aan Inazuma Eleven 3. Ik heb Inazuma Eleven 2 pas geleden, eerder dit jaar, al afgesloten. Dus dan gaan we beginnen aan 3 een keertje. Nou, uiteindelijk gaan we ook naar Go 1 en 2. En dan wil ik toch eens een keertje Go Galaxy, oftewel Inazuma Eleven Go 3 uitspelen op mijn kanaal. Nou, dan kan ik dat nu op deze manier doen. Het is echt super fijn en ik ben echt heel erg blij mee. In het Engels ook nog eens. In het fucking Engels. Het is zo goed. Het is zo goed. Oh, ik hou hier zo erg van. Oh, ik ben echt momenteel zo hard aan het genieten van mijn playthrough van Go Galaxy. Ik ben gewoon lekker... Ik heb zo lang gewacht op een nieuwe Inazuma Eleven game. Ik heb ook nooit wat van de anime gezien. Ik heb nooit...
iets gezien, ik ken het hele verhaal niet. Dus ik ben lekker aan het genieten van het verhaal. Lekker aan het genieten van de game. Het op mijn eigen manier doen. Lucas die had hem ook gedownload. Die is echt in 2 dagen heeft hij de game al uit. Want die ging echt helemaal erheen blazen. Mag die doen. Maar ik geniet. Ik geniet momenteel echt keihard. Andere dingen die echt heel erg... wacht even, ik heb... Ik ga even opstaan. Ik heb een paar dingetjes gehaald en die wil ik houden. ander dingetje wat heel erg handig is aan de 3DS... is dat er nu ook bijvoorbeeld de 3DS Pokémon games... Oh, de 3DS Pokémon games heel erg makkelijk kunnen. Oh god. Oh god, wat doet hij allemaal? Oh ja, dat is met het internet, want het internet... Nou ja, dat zijn allemaal demo's die de hele tijd redownload. We gaan dit even afsluiten. Nou, ik heb dus... Je kan ook allemaal Pokémon games hiermee spelen. Nou, Pokémon games die zijn een beetje naar om op te nemen. Omdat ze een beetje iets met het internet hebben. Waarbij ze de hele tijd proberen om te connecten naar het internet. Waarbij ze dus proberen om steeds de hele Wonder Trade gezeik, de plaza te doen. Wat het opnemen van Pokémon games zodra je erin gaat moeilijker maakt. Hè? Want het neemt heel veel internet op om dat te proberen te doen. Waardoor normaal, als je dit zou doen... Kijk, normaal zie je dit niet. Maar normaal, als je dus probeert een Pokémon game te openen. Dan zie je, dan bevriest hij hier. Maar er is een kleine patch die je kan downloaden met Snickerstream. Waardoor het daar allemaal, dat allemaal uitzet. Zodat je gewoon lekker gamepje kan spelen. Wat je nu speelt is niet zomaar Omega Ruby. Want een ander ding wat heel erg cool is aan deze 3DS. Is dat we gewoon op deze 3DS zelf... ROM-hacks kunnen spelen. En randomizers en al die dingen. Dat kan je ook allemaal op Citrus spelen. Wat ook nog wel een heel fijne manier is om te spelen. Maar als ik eens een keertje een hele vette ROM-hack gewoon op de 3DS zelf wil spelen. Of mijn capture card gaat ooit neer. En ik wil gewoon mijn eigen games. Bijvoorbeeld mijn Pokémon Mega Ruby eens een keertje let's spelen. Dan kan ik het gewoon downloaden. De hack die we nu spelen. Dit is Rutile Ruby. Je ziet het een beetje aan de kleren van de main character. Want die zijn wat extra diep rood. In de andere, ik weet niet hoe de andere versie heet, dat is van Alpha Sapphire. Daarbij is het personage en mee, die zijn blauw. Die hebben blauwe kleding, wat super geinig is. Ik vind, het zijn wel die kleine details. Dit is dan een hack die het extra, hoe heet het, moeilijk maakt, weet je wel. Die geeft het de challenge die de normale game had moeten hebben. En het is echt heel erg fijn. Ik heb nog niet veel gespeeld, maar ik heb veel gezien van de game. Je kan ook meerdere Pokémon vangen. Het is echt heel erg leuk. En ook met games als Pokémon games, waarbij het bovenste scherm echt het voornaamste is wat je, hoe heet het, speelt, weet je. Het onderste scherm, daar doe je niet zo heel erg veel mee. Het bovenste scherm, dat heeft de prioriteit. Dus hier maakt het niet uit of het onderste scherm nou wel of niet een beetje achterloopt. Want het bovenste scherm runt gewoon helemaal prima. Zie je, dit runt gewoon echt helemaal goed. Oh, kijk, een Wii U. Oh, het is een Wii U gamepad. Dat is fucking hilarisch. In ieder geval, het is echt super vet dat we dit kunnen doen. We kunnen op deze manier ook allemaal DS-games spelen en andere dingen spelen. Het is allemaal gewoon fijn. Het is een fijn alternatief. Het is geen volle vervanging voor de capture card, maar het is een heel fijn alternatief voor als er ooit wat gebeurt met mijn capture card. En natuurlijk, het is gewoon fijn dat ik in een Zoom 11 Go Galaxy en al deze coole ROM-hacks en al deze coole games kan downloaden. Ik bedoel, ik heb hier allemaal Virtual Console games gedownload. Deze heb ik allemaal gedownload. Deze heb ik allemaal gehackt. Oké, ik heb ze niet daadwerkelijk gekocht, sorry. Maar ook Game Boy Advance games die normaal niet op de 3DS verschijnen, heb ik allemaal gewoon gehackt erop. En het is prachtig. Het is echt prachtig. Oké, ja, nou doet hij dit weer. Boom, boom, boom. Dan gaan we eventjes kijken naar vadertje. Oh, wat leuk. Eén naar ding van deze manier van opnemen is de geluidskwaliteit. Snickerstream die doet niet het geluid van de 3DS naar de computer streamen. Die streamt alleen het beeld. Je hebt een extra kabeltje nodig om het geluid van de 3DS naar de computer te streamen, wat ik heb gedaan. En je hoort dus een klein beetje een ruis en dat heeft volgens mij gewoon meer met dit kabeltje te maken, want het is een heel oud kabeltje die gewoon ergens in een zak met kabels lag die ik ergens heb gevonden. Het is fantastisch. Je hoort dus een klein beetje een ruis, maar je hoort in ieder geval gewoon tenminste het gamegeluid, weet je wel. Het is te doen, weet je. Het is niet ideaal allemaal, maar het is te doen. En dat vind ik er zo fijn van. Ik ben zo blij dat dit een ding is wat we daadwerkelijk kunnen doen. Ik heb een beetje een traditie met, mijn kanaal. Dat elke keer als ik een nieuwe manier van opnemen heb, dat ik daar een video van maak. En dat is dus niet dit. Ik vind het echt heel erg leuk. Het werkt echt als een dream. Stel hè, dat jij kijker ook een YouTube content wil maken. En 3DS content wil maken.
ik denk dat dit een van de beste manieren is om daadwerkelijk dat te doen. Want een capture card halen, dat is gewoon heel gezeik, weet je wel. Capture card halen, die dingen die zijn heel erg duur. Maar ik bedoel, je 3DS hacken, het is, als je weet wat je doet en als je Julius hebt om je te helpen, is het heel erg makkelijk om te doen, weet je. Dan lukt het gewoon. En het is gewoon heel erg fijn dat dit lukt. Het is echt zo bizar om dit gewoon te zien. Ik vind ook dit nieuwe design van May in deze echt trouwens leuk. Want deze diepere, rodere kleuren werkt veel beter voor haar dan wat ze had in de normale Omega Ruby en Alpha Sapphire. Dus ja, we gaan dit heel eventjes opslaan. Oh nee, dat is niet wat ik wilde. Ik wilde opslaan. Dankjewel. Hoppakee. Kijk, zie je, het runt gewoon allemaal prima, behalve het onderste scherm. Dus, op het algemeen zou ik zeggen, dit is geweldig. Dit is gewoon geweldig. En natuurlijk trouwens ook een dingetje, ook al is het ding gehackt. Ik kan nog steeds gewoon de fucking e-shop in. Ik kan nog steeds gewoon dingen kopen op de e-shop. Wat heel erg fijn is. Ik kan zoveel dingen doen. Ik kan hier... Het is zo fijn. We kunnen voor de gein ook heel eventjes snel 3D Land erin gaan. Want dat is een game die ik showcase toen ik voor de allereerste keer een capture card had. Toen ik daar een video van maakte, toen ging ik eventjes 3D Land spelen. Nee, ik wil dit niet doen. Ik wil Streetpad niet in. Ik wil gewoon eventjes, hoe heet het, mijn vuil in. Ja, heel goed. Kijk eens aan. Oh nee, we moeten de prinses redden. Yeah. Oh, ik geniet hier zo erg van momenteel. Oh nee, dat is het verkeerde liedje, laat maar. Oh, kijk dan, dit is toch gewoon prachtig, joh. Ik bedoel, ja, weet je, op een fucking emulator werkt het ook helemaal prachtig. Op mijn capture card is natuurlijk de beste kwaliteit. Maar, weet je, voor een alternatief, voor 3DS gameplay is het helemaal niet zo slecht. Ik ben er echt heel erg blij mee. En dit is weer een voorbeeld van een game waarbij het onderste scherm helemaal niet zo belangrijk is, weet je wel. Het onderste scherm, dat doet vrij weinig. Kijk, alleen echt Inazuma 11 en Fire Emblem, dat zijn wel echt games die echt heel veel gebruik maken van de beide schermen. Waarbij het ietsjes minder fijn is dat je het onderste scherm niet op zulke hoge kwaliteit hebt. Maar bij deze game is het zo van, je kijkt toch alleen maar op het bovenste scherm. Het onderste scherm is letterlijk gewoon een PNG met no item erin. Als het bovenste scherm een beetje smooth loopt, dan is het prima. En het is gewoon heel erg fijn. En het is echt heel erg unreal dat ik momenteel mijn Europese kopie van Super Mario 3D Land aan het spelen ben. Op mijn fucking Japanse 3DS. Dus in ieder geval, we gaan hopelijk hier nog veel meer content mee maken. Als we uiteindelijk bij Go Galaxy komen, ga ik keihard dat opnemen. Ga ik dat keihard spelen op deze manier. Dat gaat een superleuke serie worden. Want Go Galaxy is een goed gamepie. Ik ben heel erg blij dat ik hem eindelijk kan spelen. Na al die jaren. Oh god, dat ging niet goed. Het enige nare is nogmaals, is dat ik de audio zelf niet kan horen. Dat is het enige dingetje. Ik moet een betere manier van de audio opnemen vinden. Dat is echt het enige wat momenteel wat minder gaat. En natuurlijk af en toe wat frame dropjes. Maar over het algemeen zou ik zeggen, dit is pittig goed. Dit is pittig goed. En weet je wat? Weet je wat? Ik denk dat dit ook meteen een goed moment is om deze video af te sluiten. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. En nou gaat hij weer al die demos doen. Dat is het dingetje, omdat hij steeds dat internet uitzet, doet hij de hele tijd die demo's opnieuw inpakken. Maar in ieder geval, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. Laat me weten wat jullie denken van deze manier van 3DS content maken. Laat me weten. Want ik ga gewoon meer in een Zoom 11 Go Galaxy spelen nu. Ik heb er heel lang op gewacht. In ieder geval mensen, nogmaals, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like. Abonneer zou ook leuk zijn. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!